het Horsterwold bij Zeewolde. Je zal het bijna niet geloven, maar het is het grootste aaneengesloten loofbos van West-Europa. 50 jaar geleden was dit deel van Flevoland net drooggevallen en één grote kale vlakte. Nou, dit heb ik nog nooit gezien, alleen op foto's. Christian Zalm, hij heeft eerst de opzet van het bos gemaakt en is nu voor het eerst in lange tijd weer even terug in het Horsterwold. Hoe vind je het eruit zien? Spannend, zoals het hoort eigenlijk. Een bos aanplanten is niet zo speciaal. Maar wat het hier uniek maakt, is dat het is neergezet op zeer vruchtbare bodem. Grond die eigenlijk naar akkerbouw zou gaan. Bos op een rijke grond, wat eigenlijk super voor landbouw is. Daar bos op planten, nou, dat was aan de ene kant een soort vloek in de kerk. Maar heel uniek. Dus nergens in Europa zul je dit soort bossen zien. Dat de goede grond deze keer wel is gebruikt voor het aanplanten van bos, komt vooral door de tijd waarin we toen leefden, begin jaren 70 van de vorige eeuw. Boeren moderniseerden en er was landbouwgrond voldoende. Bovendien kwam er de roep vanuit de maatschappij voor meer natuur en plekken om te recreëren. De aanplant van het Horsterwold duurde jaren. De huidige boswachter is Hans Breeveld. En heel speciaal, hij was er ook bij in de jaren 80 van de vorige eeuw. Hij was een van de mannen die met blote hand de duizenden bomen plantte. En dat was een machine in de tijd dat wij dat deden. Met drie mannetjes naast elkaar, met drie stoeltjes. Voor je had je een groot plateau met allemaal boompjes liggen. Die boompjes werden opgepakt, die werden in de grond gestopt. De trekker reed door, het boompje stond vast en zo was je de hele dag bezig. Op 1 hectare, dat is 10.000 vierkante meter, werden zo 7, nou, tussen 5 en de 7.000 boompjes in de grond gezet. Om je een idee te geven, qua oppervlakte zijn er zo'n 6.000 voetbalvelden volgeplant. Naast de bijzondere grootte is er nog iets speciaals met het bos. Er is namelijk een stuk niet beplant, de stille kern. Kijk, die stille kern is een soort, zou je kunnen zeggen, tegendraadse toevoeging aan wat men van bossen vond hier. Hoe wij bossen planten. Dus dat was al een heel discussiepunt. Want bossen moesten vooral nuttig zijn voor de houtoogst. En het is dus toch gelukt, die stille kern, waar de natuur echt haar gang mag gaan. Het Horsterwold blijft trouwens in ontwikkeling. Het gebied is groter geworden. Er zijn weer nieuwe bomen geplant. Maar boswachter Breeveld maakt zich zorgen over de toekomst. Over de toenemende vraag naar de ruimte in Nederland. Het moet niet versnipperd worden. He, om een ding te noemen. Het Horsterwold is een uniek bos qua oppervlakte, qua bos aan zich. En het geeft heel veel mogelijkheden voor de toekomst. Om ervan te genieten, om ervan de productie van het hout duurzaam te gebruiken, om natuur een kans te geven. Het Horsterwold biedt heel veel kansen. En een groot bos kan iets meer hebben dan kleine bosjes, dus wees zuinig op grote bossen.